Toen ik in de jaren 70 studeerde, was ik een arme student. Ik had nog niet dat riante stelsel wat er tegenwoordig is rondom studiefinanciering, laat staan dat riante leenstelsel. En als arme student waren wij theologisch arme studenten ontzettend jaloers op studenten van rijke ouders. En dan keken we in die boekenkasten en dan zagen we prachtige rijen boeken bij die studenten staan, bij onze vrienden. Wij konden dat niet betalen. Eén van die rijen, dat was een hele lange rij. En daar stond op KD, Kirchliche Dogmatiek. Hij was van Karl Barth. En wij armen waren ontzettend jaloers, want wij wilden ook zo'n KD hebben, Kirchliche Dogmatiek. Karl Barth, een bekende theoloog uit de vorige eeuw, hij schreef die Kirchliche Dogmatiek 10.000 dikbedrukte pagina's. En hij kwam niet toe aan het laatste deel. Dat laatste deel ging over de leer van de laatste dingen, over de eeuwigheid. Want voordat hij over de eeuwigheid geschreven had, ging hij de eeuwigheid in. Karl Barth, die vatte zijn hele theologie van 10.000 pagina's samen in drie woorden. En dat deden zijn critici ook. Die drie woorden die zijn: God is God. En hij had het over het oneindige kwalitatieve onderscheid tussen God en tussen mens. Dat thema God is God, wat ik van Karl Barth heb geleerd, dat is denk ik tegenwoordig actueel. Waarom? Omdat ik denk dat een van de redenen van die neergang van de kerk in onze cultuur is geweest, dat wij de heilige God, dat wij die grote heilige God te veel hebben getrokken binnen onze eigen ervaringswereld. De afgelopen 40 jaar, onder invloed van individualisering en postmodernisme, zie jij dat wij van onze God sommigen een soort klein afgodje hebben gemaakt. Iemand die moet leveren als wij dat willen. Iemand die mij moet troosten. Iemand die mij, volgens sommigen, ook meteen gezond moet maken. Het geloof is gedefinieerd als what's in for me? Wat heb ik eraan? Waarom zou ik geloven? Of met de vraag van de oude catechismus, ik herhaal maar eventjes één keer hier, wat nut het mij? En dat hele nuttigheidsdenken heeft mij, heeft ons in deze cultuur geïnfecteerd. En daarom denken we dat geloven in God iets is wat mij nut oplevert. Troost, gezondheid, hoop, God als een soort spirituele ANWB. God als onze eerste hulp bij ongelukken. En een van de redenen voor de neergang van het christelijk geloof, en dat moeten we dus gaan kwijtraken, willen we die komende 21ste eeuw goed ingaan. Een van die redenen is dat wij inderdaad God zo hebben gemaakt dat hij dus af en toe kan teleurstellen. Ja, yeah. Dat hij kan teleurstellen. Als hij mij niet standtepeden gezondheid geeft, of als hij mij niet troost, of als ik niet denk, wat is nou het nut van geloof, of als, oh, waarom zou ik nog geloven? Wat heb ik er aan? Niks toch? Want ik leef met transcendentieverlies en relevantieverlies. Kan maar niks bescheiden. Toch? En dan zeggen de mensen, ja, maar je hoort, op het moment dat hij niet levert, dan is het adieu God. Want ik wil alleen een God hebben die levert. En daarom heeft Karl Barth mij geleerd dat datgene wat ik ook in de evangelische beweging heb geleerd. Dankzij de evangelische beweging heb ik een woord geleerd wat ik nog helemaal niet kende. En wat volgens mij de traditie door in moet, die nieuwe eeuw in. En dat is het woord aanbidding. Aanbidding. Waarom geloof ik in God? Omdat God is. En wat doe ik daarmee? Ik wil niet van alles van hem terugkrijgen. Hij is van mij geen afgodje. Maar ik wil hem aanbidden. Worship, hoe groot bent u? How great is our God? Ik ken het nummer inmiddels uit mijn hoofd. Opwekking 661. Vroeger kende ik de psalm uit mijn hoofd. Psalm 42, psalm 25. En nu zeg ik opwekking 661 of opwekking 7, de Ambrosiaanse lofzang. Wat wij mee moeten nemen de komende eeuw is aanbidding. Aanbidding om wie God is. En zeker ook omdat hij natuurlijk zich heeft geopenbaard, hè? Hij is mijn leven ingekomen als de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij heeft mijn leven gedeeld. Hij heeft mijn lijden gedeeld. Hij heeft mijn zonde weggedaan. Hij heeft de boze machten aan het kruis genageld, Efeze en Colossense, daarom ook. Ik aanbid God niet alleen maar omdat God God is, dankzij Karl Barth. Ik aanbid God ook omdat hij als grote eeuwige God zo diep in mijn leven is gekomen. Hij heeft mijn leven gedeeld.
Hij is er. Hij helpt niet altijd. Dat is de fout van adieu God. Dat is de fout van het postmodernisme. Dat is de fout van het individualisme. Maar hij is er. En daarom is het eerste woord wat ik meeneem en wat ik geleerd heb, is aanbidding. Tweede woord wat ik meeneem, die nieuwe eeuw in van het christelijk geloof, waarvan ik denk dat het een prachtige eeuw van christelijk geloof gaat worden overigens. Dat tweede is natuurlijk, ja, hoe kan het ook anders? Dat is dienen. We zijn onze macht kwijtgeraakt als christendom in Nederland en in West-Europa. En achteraf zeggen we, dat is maar goed ook. Toen we die macht hadden, zeiden we dat niet hoor, ik ook niet. Maar nu zeggen we tegen elkaar, het is maar goed ook dat we minderheid zijn geworden. Het is maar goed ook dat wij bevraagd worden op wat onze essentie is. Wat de essentie van het christelijk geloof is. En deze, vanuit die aanbidding van God, vanuit de vergeving, vanuit de openbaring van die drie enige, mag ik mijn naaste gaan dienen. Ik denk dat dat een van de kernbegrippen gaat worden de komende 10, 20, 30 jaar binnen het christelijk geloof. Dat wij niet meer in die structuren denken, niet meer in organisaties denken, niet meer in het veroveren of heroveren van het publieke middenveld of zoiets van de samenleving. Nee, dat wij ons niet terugtrekken, maar dat wij ons transformeren in een dienende gemeenschap. Ik neem twee woorden mee. Ik neem twee woorden mee die toekomstige christelijke eeuw in. Ik neem het woord mee, aanbidding. Hoe groot zijt gij, los van wat u doet. Ook als u mij niet helpt, ook als ik geen troost heb, ook als ik niet genezen word. Dan zing ik met de psalmen mee, hoe groot zijt gij. En ik neem mee, vanuit die enorme beleving van de drie enige God, ik wil graag mijn naaste gaan dienen. En ach, is dat niet het grote gebod? Wat vraagt God van ons? Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Zo.